Donderdag wordt echt een dag om rekening te houden met veel wind. Storm Kieren is namelijk op komst. Ja, vannacht dan neemt de wind al flink in kracht toe, maar morgenochtend dan gaat het pas echt hard waaien. Want vanuit het zuidwesten krijgen we met zeer zware windstoten te maken. En er zijn perioden met regen. Hierdoor zal de ochtendspits zwaarder uitvallen dan gebruikelijk. Aan de westkust, daar waait het hardst en is mogelijk kans op storm. Ook in het binnenland waait het hard met zware windstoten, waar men hinder van zal ondervinden. Nou ja, met dit weer is het niet zo verstandig om met je aanhanger op pad te gaan. Tijdens de avondspits is het nog lange tijd onstuimig, maar geleidelijk neemt de wind in kracht af en uiteindelijk zullen de zware windstoten ook aan de westkust verdwijnen. Ik zou zeggen, doe voorzichtig.